Hallo dames en heren, welkom bij Loon, dat is de Kraft aflevering 38. Vorige week is er geen online gekomen, maar dit weten jullie, ik had het zondag in de livestream gezegd. Omdat de livestream van Disneycraft was, heb ik hem dus niet, heb ik geen gemaakt. Omdat ik toch al wist dat we gingen livestreamen in Disneycraft en dat had ik beloofd. Gaan de komende aantal afleveringen gaan we wat nieuws doen. We gaan alle attracties één voor één bezoeken en we gaan ook wat uitleg geven daarover. De uitleg die ik terugvind en die ik uit mijn hoofd weet misschien. Beginnen doen we niet met Finding Nemo, want die wordt gebouwd. Ik kan er wel even laten zien waar die precies staat. Die staat hier langs de Wally. Langs de Wally, gewoon echt een hoek opengelaten. En hier staat Finding Nemo. Dat is de nieuwste, dat wordt de nieuwste attractie, de nieuwste dark ride van het park. We gaan dan gewoon naar de Donut Mijn. Dan ga ik wat uitleg over geven per attractie. Dus de Donut Mijn heeft wel al altijd op deze locatie gestaan. Maar heeft ook al een aantal updates gehad. Waaronder de hele wachtrij is helemaal veranderd. Hij is helemaal veranderd qua wachtrij. Alles veranderd. Helemaal vernieuwd. Het is nog altijd een zelfverdienende attractie. Ik denk dat het vroeger een attractie was die moest bestuurd worden. Nu moet je gewoon hier op de plate staan. En kunnen we instappen. En dan komt het karretje en dan start de trein niet even geduld. Want het kan zijn dat er een trein voor je zit. Maar we zijn nu dus maar alleen. Goed. Ik ga mijn geluiden even nakijken. Niet bij video settings, maar video settings en zo. De Donut Mijn is dus een dark ride die door de mijn gaat. De naam zegt het zelf. Staat al in het park sinds 1.0 als ik me niet vergis. Hiervoor heeft hier geen enkele andere attractie dus gestaan op deze plek. De Donut Mijn is volledig onder de grond gebouwd. Het is net zelfs in de Small World. Small World is ook is wel een onderhoud. Maar die was, de oude, is een heel groot deel onder de grond was in de gebouwd. Sorry. Schrik me even een beetje, ik heb mijn geluid op mijn headset op het zak zetten. Maar de Small World is ook grotendeels ondergrond gebouwd. Hetzelfde geldt voor Ratatouille is ook heel veel ondergrond gebouwd. Maar deze is denk ik volledig onder de grond gebouwd. De Donut Mijn. Dit is een dark ride, ja dat heb ik al gezegd. Gaat dus door de mijnen. Dit hoofdfiguurtje is Donald. Maar ja, dat is wel logisch. De Donut Mijn, zo heet de dingen. Je ziet hier zelfs de baan waar we net al zijn geweest. Ik ga even zo doen. Dat is wel leuk, dat is wel mooi. Wat we hier dus nog in hebben is ja, vooral heel veel met de oars zie je heel veel terugkomen. Ook de cobwebs, zelfs met de TNT. Lichtjes zie je zowel afgedempt. Voor de rest zie je daar niks meer bij. Het is eigenlijk een dark ride achtbaan mix. Want nu gaan we alweer naar onder. Dus dit is eigenlijk al, het gaat wat sneller. Dit is eigenlijk een soort van achtbaan idee dan. Dan ga je alweer wat sneller en dan hebben we dus nu een soort van achtbaan stukje erin zitten. En heel erg leuk gedaan ook wel. We gaan alweer af. We gaan nu de Donut Mijn binnen. Ik zie hier een Stitch hoofdje staan. Ik zie daar dat een Leroy. Ik zie hier een Deja Vu. En ik zie hier een Erik hoofdje staan. Dat is van Erik Zaakselkop. Kennen jullie allemaal wel. Dat was een van de admins, was ook crewlid, maar helaas is gestopt omdat het te druk had met andere zaken. Maar dat is toch gewoon een tijd. Hier is het zelfs een onthoofde persoon. Wat krijgen we nu? We gaan denk, ja, we gaan weer naar onder, dus we krijgen weer een stukje achtbaan. We krijgen weer een stukje achtbaan. We zien hier de baan lopen. We krijgen dus weer een stukje achtbaan. Het is wel een leuke mengeling. Dit is denk ik een van de weinige attracties daar krijgt achtbaan echt lang. Ja, dit is natuurlijk ook wel achtbaan, maar dit is heel kort, dus maar heel, het is alleen maar op het einde. Deze heeft eigenlijk in de ride achtbaan gemengd met dark ride. Dus dat is toch wel leuk. Kom hier langs een draaikolk. Daar gaan we niet rondom. Hier zelfs een
mijn ingestort, of wat is het, de mijn die wordt gemaakt. Maar ik denk dat jullie het idee nu snappen hoe we het is gaan doen. We gaan dus elke attractie bezoeken en bereiden. Hetzelfde gaan we met sprookjes doen. Oh, we hebben hier de eindscène, jongens. Dit is een heel mooie scène. Met bewegende, mooie bewegende effecten. Dat vind ik echt een van de mooiste dingen ook in de hele attractie. Dus dan met die lamp en de TNT is waarschijnlijk al op. Voor lege dispensers. Ik denk dat we bijna aan het einde zijn van de donderdag, jongens. Nee, we gaan nog naar boven. Ik zei niks. We gaan nog naar boven. We gaan nog naar boven. En dan denk ik dat we wel terug aangekomen zijn. Als we nu boven zijn, duurt het niet meer lang. Of we zijn terug in het station. En dat is nog niet hier of wel. Toch wel, we zijn er al. Kijk eens. We zijn al aangekomen. Einde van de donderdag, karretje die spawnt automatisch. Maakt waarschijnlijk een screenshot, klopt. Oh, dit is wel over de verkeerde kant. Dat vind ik eigenlijk wel stom. Ingang, uitgang precies langs, ja, langs elkaar. Dus ik moet even weer gaan zoeken wat de juiste is. Maar we hebben hem dus gevonden. Goed. Dat was de Donald Mine. Laat ik even gewoon kijken. Ik kijk altijd als er achievements bij zijn komen. Nee, nog eentje voor de 300. Hij staat dus hier in het Wild West. Als je dus Wild West doet, kan je er ook naartoe lopen. Dan moet je dus als je hier spant, spawnje komt daaruit, moet je eventjes het pad volgen naar hier. En dan zie je daar Atlantica, maar het is hier waar de Donnermijn ook ligt. Die ligt hier zo bij de achter de Atlantica ligt het de Donnermijn. Een heel erg leuke attractie, ook wel een van de oudere attracties van het park, maar het blijft nog altijd leuk. Laat ik even naar de hub gaan, of status, maakt het uit hoe je het zegt. En kijken wat we volgende week op het programma hebben staan, jongens. Volgende week gaan wij, is het Small World, helaas is het een onderhoud. Volgende week gaan wij de Rivercraft doen. De Rivercraft staat, voor de mensen die hem toch willen doen, staat als je bij het piratengedeelte bent, dan moet je... dat is hier, piratendeelte is hier, dan kan je hier onder de boog door. Loop je hier gewoon het pad af. Je gaat hier de bocht om. En dan volg je dit pad, stuk, en dan staat hier dus Rivercraft. Dit is de enige wildwaterbaan van het hele park. Als ik me niet vergis, is het de enige wildwaterbaan van het hele park. Ja, ik vind het wel raar dat hier wel rails zijn, hier niet. Hier wel, en daar wel ook, en ja... Ik weet het niet. Maar dit is dus de enige wildwaterbaan van het hele park. Als ik me niet vergis. Als ik me vergis, laat het achter in de comments. Maar ik denk toch dat het de enige waterattractie is van het park. Maar dit is voor volgende week. Wij hebben vandaag de Donald Mine gedaan. En dat is deze mooie attractie. Hij is dus ook al. Hij is volledig geüpdate voor ons buiten. Ik zie er allemaal kisten. Wat is dit? Oh, dat is een beetje junk loading, blablabla. Maar dit is dus de Donald Mine. Een super leuke attractie, vind ik zelf toch nog altijd. En ik dank jullie allemaal voor het kijken. Vond je dit een leuke aflevering? Doe dan nog even een blauwe duimpje omhoog. En dan wens ik jullie nog een fijne avond. Later!